Werd jij al vaak teleurgesteld door een ouder figuur? Kan je met je problemen nergens terecht? Kan je bij niemand je verhaal kwijt? Als je al deze vragen met nee kan beantwoorden, dan mag je jezelf heel gelukkig prijzen. Jammer genoeg is dat niet voor iedereen het geval. Er zijn namelijk jongeren die al veel meer hebben meegemaakt dan de meeste volwassenen. Voor hen is er Fellow, de ezelwerking van jeugdzorg Emmaüs. De meeste jongeren die hier terecht... Ik moet naar u kijken, hè? Ja, maar anders... Dus de meeste jongeren die hier terechtkomen, dat zijn eigenlijk jongeren die het thuis heel moeilijk hebben of die het moeilijk hebben met zichzelf. Dat kan gaan van een moeilijke thuissituatie, dat het niet veilig is, maar ouders die bijvoorbeeld ook tijdelijk niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Bij pubers zijn er dikwijls heel heftige emoties, waarin dat ezels dat ook heel goed aanvoelen en die hebben echt hun eigen communicatietaal een beetje, hun eigen manier van met elkaar te spreken. En je ziet vaak dat bij pubers, bij die heftige emoties, dat ezels die heel mooi kunnen vertalen en hun tot rust kunnen brengen. Of hun juist een beetje oppeppen om iets meer actiever te zijn en iets meer te doen daarin. Momenteel staan er 4 ezels in de wei. Maar ons doel is om de kudde uit te breiden en op die manier niet enkel onze eigen jongeren, maar ook buitenstaanders te helpen. Natuurlijk hangt daar ook een kostenplaatje aan vast. Daarom willen we een warme oproep doen aan iedereen om hun acties te registreren op www.dewarmsteweek.be. En daarna voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en hun ezelwerking Fellow te kiezen als goed doel. Heel erg bedankt!